Zelf pen te vinden. Ja. Even zien, even goed maken. En dan eventjes het beeld. Een beetje en de reactie. Ja. Kijk. Hallo. Hey Yvonne, ben je er ook? Leuk. Hi Anna, Wilma. Goedenavond. Zeg jij niks? Nee. Ik moet toch ook al zeggen. We zijn samen met Quinn vandaag. Hij wil zelf geen hallo zeggen, zeg ik het maar van hem. Ja. Blijf je de hele tijd nog bij je straks nog wat zelf? Ik ga denk ik straks ook even wat zelf doen. Oké. Hallo allemaal, goedenavond. Hey, Yvonne zegt wel hoi tegen jou en Monique. Hallo. En Linda. Dat is leuk, hè? Nou, vandaag live met Men in Style. Ik had allemaal leuke producten van, het is van Find It Trading. Oh, er valt een onderdeel naar beneden. En daar wilde ik iets leuks mee gaan maken vandaag. Tenminste, ik hoop dat het leuk wordt, want ik heb natuurlijk weer wat bedacht, maar we gaan zien of het leuk wordt. En ik heb gebruik gemaakt van, even kijken, waar is de stand? Heb ik die nou niet erbij gelegd? Er is in ieder geval een broekzak. Oh, hier. Hij ligt hier verstopt. Ik moet even een beetje ruimte maken, anders kan het natuurlijk straks helemaal niet werken. Je hebt me gevonden, Stephanie. Gezellig. Nou, wat ik gedaan had, ik zag deze stansen zetten. Ik dacht, oh, dat is grappig. Zijn spijkerbroekzak met stiksels en zo. En toen dacht ik, zou dat ook uit spijkerstof gestanst kunnen worden? En het is gelukt. Kijk, ik heb deze onderdelen gestanst uit spijkerstof. Ik moest een heel klein beetje nog een paar randjes bijknippen. Om hem echt los te krijgen, zeg maar, uit de stof. Maar ik vond het wel grappig, het is gelukt. En dit wil ik in ieder geval gaan gebruiken. Dus met deze stans. En dan wil ik in de broekzak, had ik bedacht, een telefoon. Die zit hier op deze set. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet. Oh, die hebben ook codes. Dus denk je van, nou, vind ik leuk. Wil ik ook even zoeken. Daar is de Griekse ei CD en dan 10312, dat is de spijkerbroek, of de spijkerbroek, de zakken. En dan die telefoon, een mobiele telefoon, die heeft Griekse ei CD 10313. Er zijn al best wel veel mensen. Gezellig, toch? Ja. Er is ook nog een hele grappige met sportspullen. Sportartikelen. Die ga ik niet gebruiken vandaag. Wel het papier. Die zitten met een nietje vast. En zijn wel hele leuke mannenprintjes. Dus een leuke bril met een brillenkoker en een newspaper. Hoe zeg je dat? Een krant. En hier allemaal. Hoi allemaal! Ik heb hem er alleen even losgehaald, want hier zit geen scheurrandje aan. Dus ik heb even alle nietjes, of de nietjes eruit gepeuterd, zodat ik het wat makkelijker kan gebruiken. Maar een leuk papierblokje zit erbij. Een stempelset en nog allemaal elementjes en 3D-plaatjes. Die denk ik niet te gaan gebruiken vandaag, dus die leg ik heel even aan de kant. Zet ook zo'n pak bij. Ja, hè? Een mooie, chique pak inderdaad. Even kijken. Ik denk dat ik maar als eerst even mijn basis ga maken. En die wilde ik maken van kartstok. Ik had kraftkartstok. En ik heb even mijn snijrilbord nodig. Hey Joke! Joke is er ook weer bij, gezellig. We zijn er al gewoon
1-1. 1-1, ja, hè, zeker. En ik ga van deze twee vellen snijden. Even kijken. 22,5 keer 17,5. Oh, dit, ik had net deze gewisseld, hè? Ik weet het. Ja. Ik was nog heel even een stukje gesneden met een oud mes. Dus ik doe even mijn goede mes erop. Ja, ik heb weer hulp, Joke. Vandaag is Quinn erbij. We gingen met, ik ga met Man in Style werken, dus ik dacht, ik neem onze Man in the House gezellig erbij. Hè? Ja. Want Vee is naar de paardrijles met papa. Hè? Ja. Ja. Ja, ik heb hulp, Stefanie. Gezellig. Je kan mij mooi meehelpen met alle reacties lezen, hè, Vee? Of Quinn? Sorry. Dus 17,5 keer 22,5. En dat heb ik twee keer nodig. Dus dat doe ik ook direct maar even met het andere stuk. Altijd gezellig, hè? En Quinn, maak je ook wel eens kaartjes? Vragen ze. Niet echt. Nee, ja, je hebt wel een keer een happy mail gemaakt, hè? Oh ja. Ja. Dat wel. Maar heb jij andere hobby's, vragen ze? Delen. Een hele grote hobby, hè, met de computer. Ja. 17,5 keer 22,5. En die gaan we rillen. Eerst op de 22,5 centimeter kant. Dus die gaat tegen mijn lineaal aan. En die ril ik eerst op 5. Doe ik het zo goed wat ik zeg? Ja, die rillen we eerst op 5. Oh, het staat veel te vol hier. Dus ik moet heel even schrijven, want anders ben ik straks alles kwijt dat ik heb klaargelegd. Dat willen we niet hebben. Nee, dat zou de humor zijn. Hè? Dus op 5 en dan nog op 18. En die andere ook op 5 en op 18. Wat doe jij? Ik vind mezelf een beetje. Oh. Ik doe een beetje dat muggendoortje weg te kweken, maar toen deed dat nog eens heel veel pijn. Het geduldje moet vanzelf liggen. Zijn ze gezellig naar elkaar aan het zwaaien. En dan ga ik op de korte kant, dus de 18 centimeter kant, ga ik rillen op 12,5. En op 16,5. En dan wil ik in dit vak in het midden, wil ik nog rillen op 14,5. Maar dan niet helemaal tot onderaan. Dat laatste vak, daar ga ik niet in rillen. Dus vanaf hier ril ik naar boven. Dus vanaf de 4, zeg ik dat goed? Is het 4,5 geworden. Heb ik hem nou dan toch te lang? Even nadenken hoor jongens. Ik kom het straks wel tegen als het niet helemaal klopt. En dat doe ik bij deze ook weer. Dus op 12,5. Mag ik ook proberen? Wil jij rillen? Ja. Doe maar. Deze mag helemaal van boven tot onder. Ga je een beetje duwen? Dus zit je daar te ver weg voor? Ik zit wel een beetje te duwen. Ja, kom maar wat dichterbij. Ik viel bijna. Anders blijf je even staan. Met rillen. Ja, deze gaat lekker. En dan doen we dat ook nog. Waar hadden we dat bedacht? Op 16,5. Mag je weer van helemaal boven naar beneden? Yes. Kunnen we hem goed zien? Hier nog een beetje. En dan doen we nog op 14,5, maar dan niet helemaal tot onderaan. Dus dan gaan we hier zo beginnen. En dan naar boven. Wil jij nog een keertje tot hier? Tot net. Tot mijn vinger. Ja. Doe je super, zeggen ze. En nou weer naar boven. Ja, top. Hartstikke goed. Ik moet heel even meten of ik nou een halve. Ja, ik heb een halve centimeter te lang papier. Dus dan heb ik een foutje gemaakt met rekenen. Maar dan moeten we dus niet 22,5, maar 22 hebben.
Dus hier moest een vak van 4 centimeter komen. Die is nou 4,5. Dus ik doe hem heel even een halve centimeter inkorten. Een dagje helpen, Quinn, bij die mensen. Met rillen. Wordt het wel extra mooi, dat weet ik zeker. Ja, nou klopt het weer. Deze gaat weer even aan de kant. En dan heb ik nog even een... hoe noemen we dit ook alweer? Een reelpen? Hoe heet het ook alweer, dacht ik. En dan gaan we vanaf die rillijn van 14,5 centimeter, die ik niet helemaal tot onderin heb gezet, ga ik vanaf deze rillijn 2 centimeter naar boven meten. En dan markeer ik eventjes. En dan ga ik schuine rillijnen naar die kruispunten daar en daar maken. Dus dat er een driehoekje ontstaat in dat stuk. Zo, en dat is bij de andere precies hetzelfde. Ik heb nog geen vraagje gemist, toch wel, Quinn? Als het goed is. Niet, oh, ik kan ook niet naar boven. Oh, nee, kan je hier eens scrollen? Zit ze ons nou uit te lachen, Quinn? Echt? Weet ik niet, ik zie allemaal lachjes. Of zitten ze grapjes met elkaar te maken, dat kan ook. Ik zie... Ik ga een cadeautje maken met, voor de man. Een avalletans, geen cadeautje, maar de verpakking. Met deze set, Men in Style. En ik heb al voorbereid de zakjes, die heb ik uitgestanst van jeans. Was ik benieuwd of dat lukte en dat ging heel goed. Marion vroeg dat. En dus nu ben ik de basis aan het maken. We gaan nu een beetje knippen. Wat zie je daar? Nee, waar we lachten. Iemand anders toe. Oh, oké. Okay. Hebben wij even gemist. Wieuw. Nou, we hebben hier aan de linkerkant 2 keer een rillijn van 1 centimeter. Dat wordt een lijmrand. Hierboven ga ik dan een klein hoekje wegknippen. En dat doen we bij allebei precies hetzelfde. En hieronder zit een klein rechthoekje van 4 bij 1. Die mag helemaal weg. Dus daar ga ik knippen. En doe ik aan de achterkant de rillijn meteen weg. Wil je nog wel? Ja. Oh, oké. Okay. Ik wil niet meer te kijken hoe je dat deed. Oh, oké. Okay. Zo. Laat los. En dan mag hier die rillijn ook los. Dus dat vierkant van 4 bij 4 en dit is 12,5 bij 4, die komen los van elkaar. Dus daar knip ik de rillijnen van weg. Dan moet je lachen. Taaie kartstok. Normaal kan ik wel zo trekken en dan is die los, maar nee. Dan hebben we dit. En dan ga ik de rillijnen ga ik vouwen. Die onderste die vouw ik allebei naar binnen. Even kijken of mijn vouwbeen hier. Een vouwbeen? Ja, zo noemen ze dat. Gek naam, hè? Ja. Ja. Misschien is het vroeger wel van been van bot gemaakt. Daar vraagt iemand iets aan jou. Ik ben 9. Zo, en dan deze lange rillijn helemaal tot bovenaan van die lijmflap. Die gaat ook dezelfde kant op. Deze die sla ik even over die naar dat driehoekje loopt, maar die gaat ook naar binnen toe. Goedenavond. Leuk dat jullie er zijn. Dus op die manier. En bij deze gaan we ook weer hetzelfde, die lijmflap naar achter toe eentje overslaan. En dan de volgende gaat ook zo. En
dan die rillijn in het midden die naar dat driehoekje loopt, die gaan we naar binnen toe. Dus die gaan we in dalvouw vouwen. Tot aan het puntje van, van het driehoekje. En dan vouwen we die schuine lijnen ook naar binnen. Dat is altijd een beetje friemelen, maar het lukt. Ja, ik heb hele goede hulp, Marga. Super gezellig. En die andere precies hetzelfde. Dus die tot aan het puntje van de driehoek. En dan die twee ook schuin. En dan gaan we hem even in elkaar zetten, denk ik. Ja, dat ga ik nu doen. Leuk, Kim. Op deze lijmranden ga ik eerst wat lijm smeren. Kijken of die nog voldoende in zit. Want ik ben er bijna. Maar ik heb gelukkig al een nieuwe fles. Nou, dit moet nog lukken, hè, Quinn? Ik hoop het. Ja, toch. Zie je nog wel echt wit. Ja. Deze er tegenaan. En de andere. Hallo Alet. En dan deze er tegenaan. En de bodem die laat ik nog even plat. Want ik denk dat dat makkelijker is met het versieren wat ik in mijn hoofd heb. Gebeurt er? Val je bijna van de stoel? Nee, hi Janneke! Ik zet een rondje te draaien, maar toen ging hij zo schuin op. Dus toen bleef ik aan jou bellen. Voor mijn voorzichtig. Want zo moet ik je nog redden zo meteen. Nee, hoeft dat niet? Ik doe ook heel vaak in de kamer. En dan val je er ook niet af? Oké, volgens mij vroeg er iemand of je vakantie had. Nee, dat heb ik al gehad. Ja, is al voorbij, hè? Ja. Even kijken, gaan we even een leuk papiertje zoeken voor hier. En nou vond ik eigenlijk misschien een beetje saai. Ja, voetbalpapier, maar ik wilde eigenlijk een soort spijkerbroek maken. En dan vond ik eigenlijk de blauwe het leukst. Ja. Vind jij zeker saai? Ja. Ja, maar ja, ja, ik ga het toch doen. Zo had ik het in mijn kop. wacht, ik heb er hoeveel blaadjes heb ik eigenlijk van die blauwe? Oké. Wat is er? Hi Koei, gezellig. Ja, gezellig hè? Dat is echt super veel. Lekker op maandag even meekijken. Ik ga voor het blauwe papier. Quinn is het er niet helemaal mee eens, maar nee. Ik wel. En dan ga ik een mat snijden voor dit vlak. En dan ga ik het wel voor de zekerheid even nameten. Want ik had natuurlijk, als het goed is, is die 12,5 ja, keer 13. Wow. Wat ben je aan het doen, jongen? Ik wist zo goed. Dus ik ga een mat van 12 keer, zeg ik nou, 12 keer 12,5. Dus 12. Oh. En dan moet ik. Oh, dan woon je in het noorden, Tamara, of niet? Want volgens mij was midden en zuid was een weekje eerder dan het noorden, hè? Klopt dat? En die hebben we natuurlijk twee keer nodig. Dus dan gaan we dat nog een keer doen, want de achterkant gaan we ook aanpakken. Hou je net als je zus ook van paarden of andere dieren? Nou, ik heb ook wel even op les had ik toen gekregen. Maar ik vind andere dieren ook wel heel leuk. Bijvoorbeeld de katachtige vind ik wel cool. Ja, hè?
Ja. En al meestal de stoere dieren, hè? Ja. Want dat zei je laatst nou ook tegen mij. Wat ben je aan het maken op de computer dan? Vertel dat Een dierentuin. Ja, hè? En daarin heb ik al heel veel dieren. Ja, hij heeft een heel leuk spel en dan kan hij helemaal een dierentuin zelf bouwen. En dan ook dieren kopen en dan moet je dan verzorgen. En dan kan je ook leren, echt leren over wat ze belangrijk vinden, hè? De dieren, wat ze fijn vinden, wat ze eten, hoe hun omgeving moet zijn. Dat is echt een heel leuk spel, hè? Ja, dan kan je ze ook nog onderzoeken voor de speeltjes die ze nodig hebben. Ja. En beter eten. Ja, dat is mijn lievelingsspel. Ja, zeker, hè? Die is ook al super lang. Mm-hmm. Hij was alleen maar op de computer en die had ik toen nog niet. Je hebt goed gespaard, hè? Ja. Even kijken, ik heb in de tussentijd ook nog even twee stukken gesneden van 4,5 bij 12. En die ga ik daarboven dan opplakken. Ja, bij ons hadden ze ook vorige week vakantie. Vandaag was de eerste dag weer, hè? Maar ze hebben het weer overleefd, toch? Ja. Gelukkig wel. Ja, hè? Ja. En morgen moet ik grimmen. Ja. Daar heb ik geen zin. Nee, hè? Snappen we niks van. En de meester ook niet. Want die zegt dat hij doet altijd zo leuk mee. Maar als ze het aan hem vragen, dan is hij inderdaad Jim het minst leuke vak, hè, jongen? Ja. Dit is leuker dan vechtspellen. Ja, dat vind ik ook. Ja, het is ook. Je hebt ze wel een paar van die vechtspellen, hè? Maar ja. Wat gebeurt er altijd als mama meekijkt? Helemaal akelig, hè? Ja. Ik vind het soms zo echt, die spelletje. Zeg, nou is het wel weer genoeg. Ik heb er genoeg van gezien. En daarom mocht ik niet meer spelletje doen dan ik graag deed. Ja, maar eigenlijk was dat spelletje ook nog niet voor kinderen van 9, hè? Dat had ik uitgelegd, toch? Ja. Nog steeds niet mee eens? Nee, hè? Maar ja. Heb je dat een keer gedaan? Ga ik gillen? Nee, meestal word ik er gewoon echt letterlijk misselijk van. Ja. Ik vind het echt niet fijn. De eerste spelletje mag ik nog wel spelen. En nog een spelletje. En Minecraft, Fortnite en WWE. Dat vind ik niet zo fijn. Ja, die vind ik ook niet zo fijn. Maar daar kijk ik meestal maar even niet. Ja, maar vroeg ik eens of jij dat wou spelen. Maar toen vond jij dat helemaal raar. Ja, dat vond ik vreselijk. Maar dan mag ik nog wel spelen. Dat ziet er lekker uit. En die wou ik ook super graag. Ja, dat is worstelen met Hulk Hogan en zo. Ja. Theater is dat. Maar ja. Maar het is heel leuk, hoor. Mm-hmm. Ik heb poppetjes en die heb ik ook al allemaal vrijgespeeld. Met al mijn muntjes die ik heb gewonnen. Mm-hmm. Oké. We gaan nou even knutselen, oké? Ja. Oké. Maar het was zo leuk. Ja, jij vindt dat leuk, hè? Even kijken. Ik heb dan die spijkerbroek. En ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar ik heb ook, als je die stand slijst, die gebleven, dan zitten daar ook zo van die stikseltjes op. En die zag je heel minimaal, zag je die ook in de stof, maar niet zo heel goed. Dus ik heb geprobeerd die met de naaimachine over te trekken, zodat je dat dan toch weer een beetje ziet. Minecraft, ja. Maar dat vind ik ook nog wel een leuk spelletje. Bij deze heb ik dat niet overal gedaan, alleen hier aan de bovenkant. En bij deze heb ik ook dat stiksel zo overgenomen. Dat vond ik wel grappig. En dan wilde ik deze hieronder zo gebruiken. En misschien is het wel grappig om het een beetje raaflekker te maken. Iemand zit een berichtje te sturen. Hoor je mijn telefoon? Hebben we alleen nog tijd voor Quinn? Oh, sorry. Nou, dan ga ik maar weer dan. Quinn, neem jij de live even over? Mm-hmm. Ze hebben meer tijd, meer zin in klebbelen met jou. Heb ze pech? Die wilde ik hier zo opplakken. En dan heb je altijd, dit is dan zo de grote broekzak aan de voorkant. En dan heb je vaak zo'n klein zakje nog half achter zitten. Daar was deze voor bedoeld.
En daarvoor heb ik mijn textiellijm. Nou ben ik alleen benieuwd of die nog in leven zijn, zeg maar. Maar ik dacht, daar kunnen we het best mee opplakken. Nou, deze is volgens mij goed uitgedroogd. Het is alweer lang geleden dat ik dat... Oh ja, dat is keihard. Oh nee, misschien kan ik hem nog reanimeren. Minecraft, ja, dat is een spelletje. Dat is toch met die blokjes en dat ja, je dan zo dat je met allemaal kunt blokjes bouwen. En dan moet je hout hakken en dan kan je dat allemaal maken van... Nee, deze is echt op. Plankjes. Kan je dan daarvan maken en dan kan je een huisje maken. Ja. En je kan ook... Diertjes toch, om in leven te blijven? Ja, dan moet je vlees eten of ook nog groenten. Ziet eruit die. Ja. En dan varkentjes houden en die kan je dan weer opeten, hè? Om in leven te blijven. Ja. En eigenlijk een beetje terug in de tijd, toch? Alles zelf verbouwen en zelf... Ja, deze doet het nog. Het is wel leuk al die huisjes maken. Hartstikke leuk. Dat doe ik ook samen met mijn neefje. Ja, die is vijf, hè? Ook. Ja. Je heeft volgens mij een keertje een pannenkoekenboot gemaakt, had hij gezegd. Oh ja? Ja. En jij had een keer voor mij een hele Harry Potter gebouwd, hè? Oh ja. Dat was ook zo leuk. Waar geen slijm op zat te plaatsen, dus dat haalde ik er toen af. Oh, was dat zo? Ja. Oh, dat toen was ik boos. Was je toen boos? Ja. Oh, dan hadden jullie het weer gezellig samen. Ja. Ja. Het is een klein zakje en ik heb ze dus langs de randjes geplakt. Dan kan je er eventueel ook nog weer wat in stoppen. En deze ga ik ook langs de randen plakken. Want dan kunnen we straks, wil ik er nog zo'n telefoon in maken. Als we genoeg tijd hebben. En als jullie het leuk vinden om te zien. Zo. Oh, lekker lamasseerd. Wil je die even rechtop houden? Voor mij alsjeblieft. Ja, nou je er toch bent, hè? Ja. Is dat wel handig? Die plak ik dan tegen die rillijnen aan van mijn doosje, bakje, dingetje. Mama. Yes. Ik heb een vraagje. Waarmee plak je de jeans op? Dat is textiellijm van Guterman. Ik heb hem ook gelinkt. Maar ik weet niet of het gelukt is. Want ik was niet heel erg vlot met het linken. Want ik moest werken vandaag. Dus ik weet niet of het al op de site staat van Hobby Vision. Maar deze hebben ze daar ook. En die had ik... textiellijm is het. Even kijken. En dan hadden we hier voor de achterkant had ik deze... Kontzak. Ja, leuk woord, hè? Ik kan nu eindelijk een keer kont zeggen. En die plak ik ook langs de randjes op. Zo. Ik zie dat je weer... Oh, zit hij me elke keer stil? Dat had ik even gemist. Dat is een beetje jammer, hè? Ja. Nou, die plakken hier mooi in het midden op de achterkant. Mug. Zie je een mug? Daar zo. Op het scherm. Oh. Ga je op muggenjacht? Dat heb ik hem wel geslagen. Oké. Maar ik voel niks. Zo. Die gaan we even goed laten opdrogen. En dan had ik... Ook nog, waar is dat dingetje? Oh, hier. Er gaan wat mensen weg. Ach, dat geeft niet. Nee. Dan komt omdat Facebook een beetje te flauw te doen. Kijk. Staat de Facebook. Bij dat setje zit ook heel leuk, ik vind dat tenminste heel leuk, zo'n leren vormpje, wat je ook bij een jeans altijd hebt, of altijd vaak hebt, waar je dan zo ook je riem onderdoor kan doen. En die hebben... Ja, die stans je dus als een rechthoekje uit. Maar er zit dus ook van dat geëmbost bovenop. Dat kan je natuurlijk embossen. Dat gaat al een klein beetje vanzelf als je het door de gewone stansmachine haalt. Maar wat ik heb gedaan is eigenlijk met de... Waar is die hier? De walnutsteen
gewoon kraftpapier is dit. Heb ik met de walnutsteen hier overheen gestempeld. Voordat ik hem door de machine haalde. Facebook is vaak stout. En dan krijg je heel leuk dat donkerdere effect. Zoals dat ook bij die leren dingen er echt zo in ligt. Dat vond ik super tof, want daardoor lijkt het dus heel echt. En even kijken, je hebt dan ook deze set. Daar kan je dat ook bij doen. Dus dan kan je die voetbal, die kan je bijvoorbeeld met zwarte inkt beinkten. En dan op een wit papier. Dan krijg je meteen ook mooi die kleuren van die voetbal. En ook bij de tennisbal met op geel papier zou je dat kunnen doen. Misschien met deze oranje. Op een lichtere oranje of zo. Met die basketbal. Dus dat vond ik wel heel grappig. En dat werkte echt super goed. Dus dat vond ik heel leuk. En die wilde ik... Even kijken hoor. Dit is natuurlijk de voorkant. En dit zit altijd aan de achterkant. Dus die wilde ik hier zo opplakken. Met... Waar is mijn lijm? Oh, hier. Dat doen we weer gewoon met de papierlijm. Want dit is gewoon papier. En nou zit ik heel even te twijfelen, want ik wil er zo meteen dus een lint doorheen doen als een riempje. Dan plak ik hem even alleen aan de onderkant vast, zodat ik dat er nog doorheen kan doen. En dan ga ik daarna, als het riempje eronder zit, ga ik hierboven een klein randje lijm doen. Wat is een schietstoel? Waar zie je dat staan? Daar zo. Dames, kijk maar goed uit met mij voor je het weet zitten. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelt. Linda, wij snappen het niet. Hè? En dan heb ik ook nog van die broekriem lusjes. Heb ik uitgestanst. Die wil ik hier ook op gaan plakken. En dat heb ik ook weer van jeans gedaan. En dan ga ik heel voorzichtig een klein puntje boven en onder. Als dat lukt. Hier aan de zijkant te doen. Proberen op dezelfde hoogte als deze. Zou die hier nog kunnen of zou ik die daar doen? Ik doe hem gewoon daar. Dat ze mensen kan blokken. Oh! Nee. Dat mag niet, Linda. Nee. Zo, en die doen we ook aan de voorkant. Waarom zou ze dat doen dan? Weet ik niet. Ik ook niet. Oeps. Deze lijm ruikt wel, hè, Quinn? Ruik je het ook? Nee, mijn neus die zit een beetje. Oh, dat is nou wel gunstig. En wat ik ook nog had gedaan, is deze kleine cirkeltjes zitten erbij. Als stuts. Die wilde ik dan op de hoekjes van die broeken plakken. Van die broeken, van die zakken bedoel ik. Kijken of dat... En dat heb ik gedaan met een glanskartonnetje, een goudkleurige. Kijken of ik dat hiermee kan doen. Ja, lukt. Zo wordt het net een echte spijkerbroek. Zo grappig, hè, Quinn? Blijf dit nou zitten? Ik weet nu wat het betekent. Op de schopstoel of op de schietstoel? Die. Kun je een schietstoel heb je... Oh ja. Ken je dat? Heb je dat wel eens in filmpjes misschien een keertje gezien bij iets of niet? Als er dan nood is, dan druk je op het knopje. En dan kan je met het parachute vlieg je dan uit de neerstortende vliegtuig of zo, hè? Heb je dat ooit in een filmpje gezien? Tekenfilmpjes of zo? Ja, ik heb dat wel een keertje gezien. Maar Linda bedoelde dat niet. Letterlijk dat ze dan iemand echt op zo'n vliegtuigstoel zetten, hè? Oh. Snap je dat ook? Ja. Dat is dan als een gezegde. Er zit wel een parachute, dus dan ga je niet af. En ik iets schrijf, dan zie je Joyce bij mij al. Oh. Oh zo. Wij dachten al, wat ben jij van plan met mensen?
Linda. Zo. Ja. Dit kan. Deze hebben we straks nog even nodig. Want dan ga ik proberen aan dit lint zo'n gespje te maken. En dan echt als een slot aan het... aan de broek. Dus dat dat op die manier ook het doosje dan dicht blijft. Ik denk eigenlijk dat ik nu mijn doosje wel dicht kan maken. Want kon je het? Ja, misschien eigenlijk wel. Maar ik had nog die lijm. Dus ik dacht ik ga het mooi met die lijm doen. Maar volgens mij kan je wel aardig met de Art Glitter Glue ook wel aardig lijm. Of lijm plakken, natuurlijk. Stof plakken. Dus ik plak eerst die vierkantjes eroverheen. Zo. En daarna deze flap daar weer overheen. Dan zitten die vierkantjes mooi ertussen verwerkt. En is de binnenkant en de buitenkant mooi glad. Ik ga even op mijn computer een filmpje kijken. Ja, vind je het niet meer leuk? Ik heb eventjes niet meer zoveel zin. Nou, helemaal goed. Veel plezier. Ja. Zie ik je straks weer, goed? Doei! Doei! Zo. Nou. Zit hij mooi dicht. En zullen we kijken of het lukt met mijn... ik ga het maar gewoon gelijk proberen. Ik had van dat... ik had nog van dat lint. Beetje suède-achtig is het. En dan moet ik daarop... Ik ga eerst even mijn lijm dichtmaken. Want anders dan wordt dat een smurrie. Zo. Even kijken hoe dat ook alweer werkt hoor. Want daar hebben we dan zo'n splitpen. Ik kon deze niet meer vinden in de webshop. Ik weet niet of ze ook niet meer dan te krijgen zijn. Maar ik vond het nou wel zo heel leuk bijpassen dat ik dacht ik ga het toch gebruiken. Volgens mij moet ik hier nu gewoon een gaatje in maken. Waar ik dan die splitpen doorheen kan doen. Ik denk het ook. Nee hoor, die houdt het gewoon iets minder lang vol dan zijn zus. Je wist, ik was al verbaasd eigenlijk dat hij überhaupt mee wilde kijken. Want hij had vandaag niet zo'n hele goede zin. Eerste dag naar school. Vanmorgen zei hij al, ik heb er zo geen zin in. Blijf liever thuis. Maar dat kan je, hè. Nou, even kijken of ik dit voor elkaar kan krijgen. Eerst deze erin. Hij is al een beetje open, dat maakt het wat lastiger. En dan die. Ja, zeker. Hij heeft het ook goed volgehouden. Nou. Dat is al gelukt. En dan moet ik even zien dat ik dat weer niet te kort afknip. Want daar ben ik dan wel weer zo'n knurfje in. Dat ik dat dan te kort zou knippen. Dus ik ga ongeveer daar. Ja, oh, maar dat kan die wel netjes praten en beleefd hoor. Dat is meestal niet zo'n probleem. Zo, en dan kijken of ik dat hier zo doorheen kan krijgen. Dit wordt dan de voorkant, dus dan moet die eerst hier moeten door. Dankjewel Carla. Hoi Yvonne. Leuk dat je nog even meekijkt. Nou, dat gaat best goed. Dat valt niet tegen.
Deze had ik nog niet helemaal vastgeplakt. Ik denk dat dat wel een goed idee was. Ik kan die mooi zo. En dan kan ik dit straks weer vastplakken. Dankjewel. Leuk. Zo. En dan was het idee dat je hem dan dus sluit met deze gesp. Even zien dat ik dat een beetje leuk strak krijg. En dat hij dan een beetje in het midden uitkomt. En dan moet denk ik hier ongeveer een gaatje. Linda, dit is voor de man. Dat snap je toch wel? Leuk jongens, dat jullie het leuk vinden. Even kijken of dat ik het nou goed gedaan heb. Of ik het gaatje kan vinden. Zou ik dat met de koppedaal even een gaatje moeten doen? Misschien dat hij dan... Oh, yes, gelukt. Zien of dit er nog hier doorheen kan. Wordt het dan te dik? Het is een beetje stretch jeans, dus dat kan in dit geval wel. En dan ga ik nog heel even hier een klein randje lijm onder doen. Dat die daar ook mooi dicht zit. En ik denk dat ik daar even een klemmetje op moet zetten. Want anders blijft die omhoog staan. Omdat het best wel dik is. Nou, dat was dat. Dat is al zover gelukt. Dan wilde ik nog heel graag zo'n mobiele telefoon erbij maken. Gewoon omdat het kan. En ik dacht, misschien kan je er zelfs... Waar heb ik nou die stanzenset van de telefoon? Oh ja. Yeah. Ik wilde er een shaker telefoon van maken. Had ik bedacht. Oh ja, dat had ik bedacht. Dat er misschien zelfs, als je daar dan een kleine pocket achter maakt, een cadeaukaartje achter kan. In het roze. Oh ja. De vrouw van... Zeker, dat is ook een leuk idee, Tamara. Weet je nog wat je tegen me zei? Ja, dat ik niet zo goed wist wat ik moest doen. Met deze spullen. Dat klopt. Ofwel dat ik wel, ja, zoiets toch? Dat ik het een beetje spannend vind. Nee, dat ik het een moeilijke collectie vond. Dat was het, toch? Dat was het. Maar ik heb wel ideetjes natuurlijk. Even kijken. Ik heb verschillende keren dat framepje uitgestanst. Omdat ik die op elkaar wil plakken, zodat we er een shaker van kunnen maken. En dus dat ga ik nu eerst doen. Ik heb gewoon 200 grams... Is dat volgens mij, hè? Dat kwartstok. 200 grams. Uitgestanst. En dan 5 keer op elkaar wil ik dan gaan doen. Toen ik dat op elkaar legde, dacht ik, ja, dat is wel een aardige hoogte. Dus die gaan we even op elkaar plakken. Moet er een snor op? Kan ook nog. Volgens mij zat er bij de plaatjes wel een snor. Hoef je die nog niet zelf te knippen? Ook niet. Oh, ik snap het nou. Linda wil hem hebben, maar toen riep ik, het is voor de man. Dus daar, ik snap het nu. Duurde even, het is al laat. Kan mooi Linda die
snor van het plaatje pakken. Dan wordt hier ook een beetje lijm. Want anders gaat mijn gezellige shaker ertussen zitten. Shakerspul. Krijg je zo'n hele grote. Ik heb kon hem openklappen. Oh, grappig. Heb je die gemaakt, Tamara? Heb je daar een foto van? Dat is wel leuk te zien. Was dat van deze stans? Kan natuurlijk allemaal. Dan ben ik alweer niet zo heel uniek met mijn shaker dus. Dat lees ik dan weer wel eruit. Maar je hebt er nog weer een ander leuk interactief dingetje aan gemaakt. Altijd leuk om te zien wat er nog meer mogelijk is. Hè? Meer dan je zelf kan bedenken. Leuk als je me die straks zou willen sturen als je daar tijd voor hebt. Of morgen of een ander keertje, vind ik leuk. Fotootje bedoel ik, hè? Zo, en de laatste laag erop. En dan kan je alleen maar het frame uitstansen. Dus je moet zelf een voor- en een acetaatje snijden. Maar hij is precies 5 centimeter breed en 10 centimeter hoog. Dus dat is heel goed te doen om zelf te snijden. En dat heb ik hier al van de acetaat kunnen doen van tevoren. Zit ik weer met mijn plakvingers er een smerige bedoeling van te maken. Dat is een beetje jammer. Even poetsen. Wel, is wel bijzonder. Ik vind alles leuk. Wanneer komt met een nieuwe creatie? Haha, ja, nog even wachten. Ik heb hem nog niet af. Als ik hem af heb, dan weet ik pas wanneer ik hem kan plaatsen. Dus je moet nog heel even geduld hebben, Anneke. Ik had alleen gisteren, was ik ermee bezig en had ik gewoon even zin om jullie nieuwsgierig te maken. Omdat het al zo leuk werd. Maar ik wilde, jullie konden al een klein beetje zien wat het werd volgens mij. Sommige mensen die hadden al een vermoeden. Zo, en dan gaat deze erop. Die heeft nog wel van die rechte hoekjes, dus die ga ik strakjes nog wel even afronden, maar dat doe ik als dit dan mooi droog is. Als acetaat erop en dan als afwerking nog dat laatste frame eroverheen. En dan moet ik alleen nog even een achterkantje snijden, want dat had ik nog niet kunnen doen. Vooraf. Gezellig. Wie kijkt er nog even mee? Zo. Ook niet. Ik had hem wel aan, maar ik dacht ik kan toch niet weer met mijn gehaakte trui in beeld gaan zitten. Want dan denken jullie dat ik niks anders heb. En nu zeggen jullie er wat van. Zo. Dus dit laat ik even goed drogen, dat die laagjes ook goed tegen elkaar zitten. Maar ook als ik er zo meteen dan wat shakerspul in ga gooien, dat dat er niet aan blijft plakken. Dat wilde ik zeggen. En dan gaan we in de tussentijd even die dichtmaken. Waar had ik dat stukje? Oh ja, een achterkantje snijden van 10×5. Zo, die komt straks aan de achterkant. Ik heb niet de tijd genomen om al die applicatie dingetjes. Maar die kan je natuurlijk allemaal hier dan nog opplakken. Als je dat leuk vindt. In verschillende
dingetjes. Maar daar ben ik even een beetje te lui voor vandaag. En dan gaan we eventjes, want ik heb allemaal leuke blauwe en witte potjes met... Want ik hou heel erg van shaker dingetjes mixen. Dus ik heb even van alles bij elkaar gezocht. Bijvoorbeeld. En dan gaan we even leuk... Ik noem mezelf dan altijd een beetje een glitterheks. Gaan we even een leuk mixje maken. Noemen we een beetje witte bolletjes. En deze kleur blauw past daar wel leuk bij. Oh, kijk, dat is leuk, Tamara. Dus er zijn meer mensen benieuwd naar jou. Nee, die trui, daar heb ik al zoveel reacties op gekregen. Ik denk, dan moet ik nou even wat anders aan. Maar normaal denk ik daar eigenlijk niet aan, hoor. Dat is inderdaad wel zo. Ik had hier ook nog, dit zijn van die steentjes van de... Hoe heet dat? Diamond paint. Mijn moeder die vindt diamond paint heel leuk. Maar er blijven altijd steentjes over. Ik zeg, doe die bewaren voor mij. Want die zijn heel leuk in een shaker mixje. Ja, ik zei inderdaad glitterhacks. Want kijk, dan ga ik straks lekker roeren in mijn glitter. Er zijn ook nog leuk een paar zilveren. Vind ik er ook wel leuk bij. Die hebben zo'n glansje. Dat je ook nog een beetje van die andere kleurtjes in het licht ziet. En wat kunnen we er nog meer doen? Heb je nog, wat zijn het? Hartjes. Niet te veel, want dat was ook weer blauw. Of zilver. Ik wilde eigenlijk meer blauw. Heb ik hier nog. Wat kan er nog? Zal ik ook deze doen? Een beetje kobaltblauw. Ah, daar komt de paardrijdster komt thuis, hoor ik. En nog een paar blauwe pailletjes. Ja, toch lekker brouwseltje. En het is veel te veel waarschijnlijk, maar dat bewaar ik gewoon. Want er komt vast wel een keer weer iets aan waar een leuk blauw mengseltje in moet. In een vintage Christmas collectie, creatie bijvoorbeeld. Zien jullie het voor je? En kijk, dat zo, daar word ik zo blij van. Zo lekker mixen. En dan kijken of ik nog... van het een of ander meer erin wil hebben. Maar heel vaak word ik hier al wel blij van. En dit is toch gewoon echt net glitterheks. Lekker pauzelen. Ja, ik zei het wel echt. En dan hebben we hier... Dan gaan we dat er natuurlijk in doen. Dan moet ik alleen even kijken. Want ik had ook nog mijn kussentje van... Om het antistatisch te maken. Want er zitten ook een paar van die kleine glitter dingen in. En die blijven sneller vaak een beetje plakken. Komt er wat af? Ja, toch wel. Zit dit er niet. Het is al echt vroeger donker. Hè? Dan zie je het allemaal niet meer zo super goed. Lekker, hè? En dan ga ik dat hier zo ingieten. Niet te weinig. Je moet het wel zien, hè? Een beetje plat. Oh, dan bedenk ik me nu alleen dat de... Het is toch statisch. Misschien moet ik het maar laten liggen. Ik wilde nog even snel die hoekjes hier afknippen, want ik dacht dat is straks wat moeilijker. Maar ze vliegen wel meteen eruit. Bende. Dat is wel een beetje een nadeel van glitter, hè? Maar goed, maakt niet uit. En dan ga ik deze hier zo achterop plakken. Dus daar gaan we eerst de rand weer even van lijm voorzien. Het moeilijkste is nu
Ja, dat heb ik wel eens gehoord met de wasverzachter. Maar dan wordt toch ook je raampje helemaal zo... Komt er zo'n vettig laagje op. Is dat dan... Dat lijkt me niet zo mooi. Ja, dat is waar, Anne. Daar hoort er nog veel meer glitter bij. Je tekstboekje kwijt. Hoe kan je die nou kwijtraken? Dan moet je maar weer een nieuwe kopen. Zo. En nou ja, het moet ik dus heel even geduld hebben tot het droog is. Dat vind ik altijd echt moeilijk. Maar als je nu al gaat omdraaien, dan heb je dus heel grote kans dat je glitter aan die randjes blijft plakken. Dus, moet het toch doen. Wat doet Jeannette vaak? Oh, met de wasverzachter. Oké. Nou ja, weet je, ik heb dat ding, dus waarom zou ik dan dat... Ik vind dat eigenlijk ook wel fijn. Zolang die het nog doet. Maar misschien als die een keer opraakt het niet meer doet, dan zal ik het eens proberen. Maar voor nu ben ik heel blij met mijn kussentje. Oh, je had net een nieuwe. Ja, dat klopt. Geen glitter meer, hè? Zou je dan ook die grote niet meer? Of zou het alleen dat kleine glitter? Wel jammer, hè? De kaarten ruiken lekker. Ja. Ja, hier zit niet echt geur aan volgens mij. Nee, er zit geen geurtje aan. Nou, zou het al droog genoeg zijn? Ik wil het zien. Ja, hij doet het. Toch nog een klein beetje eraan blijft plakken, maar misschien als ik flink schud. Leuk. Nou, even die randjes, want dat vind ik natuurlijk niet mooi. Of die hoekjes bedoel ik. En dan hebben we zelfs in de mannencreatie lekker met glitter gewerkt. Waar is dat dan van gemaakt, Josien? Zo, en die kan dan mooi hier in de zak. Cadeautje kan erin. En dan wilde ik nog eventjes zo'n leuk stempeltje. Daar zat ook een stempelset bij. En dan had ik zo'n cirkel uitgestampt. Ik heb deze set van Craft Emotions. Maar ik zag dat er van... hoe heet dat? Nu kom ik even niet op de naam. Realis was het. Ook zo'n set is. Die heb ik ook gelinkt. Het is eigenlijk een onmisbaar set als je het mij vraagt. Een cirkel. Een cirkelstanzen set. Glazen glitters. Oké. Okay. Happy birthday ga ik gewoon doen. Ik weet niet wie er jarig is binnenkort, maar... Ik denk dat er vast nog wel iemand jarig wordt. En, oh ja, die wilde ik wel weer met walnootsteen doen. Oh. Nee, ja, mama die maakte wel. Maar er zijn altijd veel meer steentjes dan dat je nodig hebt. Dus dan mag ik ze hebben. En eerst gooiden ze ze allemaal door elkaar in één pot. Ik zei, nee mama, ze moeten wel op kleur. Dus ik heb bij de, hoe heet dat? De groothandel waar je eten en drinken kan kopen. Macro heb ik sambalpotjes gekocht.
hele grote doos vol sambalpotjes. En daar kan ik ze mooi in bewaren. Super handig. Ja, erg ben ik, hè. Ja, maar anders moet ik ze zelf weer gaan sorteren. Want dan kan ik geen mooie mix maken met de kleurtjes die ik wil. Snap je toch wel? Even kijken. En dan wilde ik van een designpapier die er leuk bij past. Oh, en ik wou nog eventjes de randjes beinkten. Dan zijn we bijna klaar. En dan hebben we volgens mij een heel leuk cadeaudoosje. Is die? Nou, hier nog een beetje. Wou ik van een designpapiertje nog. Maar niet van de blauwe, denk ik. Of toch? Zal ik van dat blauw wat er nog over is? Of zullen we dan een andere kiezen? Even snel kijken nog. Of willen jullie allemaal gaan? Mag je blijven nog? Oh. Doetje, Sina. Zullen we deze doen met een heel klein beetje bruin? Kan je dit ook makkelijk scheuren eigenlijk? Ja. Die kant. Ga ik heel even snel door dit stansen. Heb ik op mijn verlanglijstje staan. Zo'n mooie kleine mini stansen set. Of nee, stansmachine. Dat ik hier zo lekker bij jullie kan blijven. Dan kan ik jullie in de gaten houden. Nou word ik steeds weg. Even kijken. Ja, gaat dan voor het streepje. En die gaan we dan zo leuk, denk ik, hier op plakken. Ja, eerst even zo. Ga je staken? Zo, en dan zullen we kijken of er nog een beetje van dat touw achteruit piept. Dat is wel grappig misschien. Even kijken of dat lukt. Ik snap er niks van, Linda, wat je nou allemaal zegt. Even kijken hoe we dat leuk eruit kunnen laten steken. Zo, zou dat zo een beetje willen blijven zitten? Ga ik toch wel weer even die wat dikkere lijm, die textiellijm pakken. Zie je er zo meteen nog wel wat van, als ik het erop doe? Deze lust niet. Even kijken als ik hem iets groter maak. Ja. Iets korter. Oh, ik probeer te volgen, maar ik heb te veel gemist. Ik weet niet zo goed
Had het over pakjes bezorgen weer. Of weer, maar dat was in de chat bij de JMA, daarom zeg ik weer. Graag gedaan, Adriana. Ik vind hem eigenlijk zelf ook wel leuk geworden, stiekem. Ik had het in mijn hoofd maar nog niet uitgeprobeerd. Maar ja, ik denk dat je hier wel mee aan kan komen. En wat ik dus net zei, dat het misschien ook leuk is om hier zo een pocket van bijvoorbeeld 3 centimeter bij 10 te snijden. En dat je daar dan zo nog een cadeaukaartje achter kan steken als je dat nog erbij cadeau wil doen. En dan kan hier nog een leuk kleinigheidje of iets lekkers in. Hier kan zelfs de telefoon kan ook nog in de kontzak, denk ik. Ja, qua breedte kan dat ook nog. Geinig, hè? Nou, ik vond het weer hartstikke gezellig. Hebben we weer een leuke creatie bij. Ik hoop dat ik jullie ermee heb kunnen inspireren. En dat jullie het ook leuk vonden. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer terug. Hele fijne avond allemaal. En dan tot de volgende keer. Doei doei!